U heeft natuurlijk eerder in het stationsgebied heeft u ook al maatregelen genomen. Het was een soortgelijke situatie. Nu, met alle respect, een paar straten verderop. Gaat u daar ook dezelfde maatregelen nemen? Kijk, meneer Ellingen refereerde aan. Hij noemde dat een succesvolle aanpak waarin we doorpakten. Hier ga ik ook heel zorgvuldig te werk. We zijn voor de inclusieve stad. Dit zijn ook inwoners van Almere. Maar dat zijn die omwonenden ook en de ondernemers ook. En je hebt je te gedragen en je overlast. Die willen we beperken tot nul. Het moet een leuke omgeving zijn, een veilige omgeving om in te wonen en om in te werken. Er zijn op dit moment diverse maatregelen getroffen. Welke zijn dat? De samenwerking natuurlijk tussen de zorgketen, maar ook de handhavingsketen. Je zorgt voor voldoende verlichting. De camera's die daar ook geplaatst zijn. En je bent ook in goed contact met de instellingen, Quinters en Leger des Heils, om duidelijk te maken en afspraken te maken hoe je het probleem zo klein mogelijk kan laten zijn. De overlast voor de omwonenden en voor de ondernemers. Maar de motie van de VVD, zoals die indiende, zien we dan ook als een steun in de rug. Ja. Natuurlijk wat u zegt, hè, u bent in gesprek met de bedrijven die daar zitten. Die geven ook aan dat ze ongerust zijn. Begrijpt u dat? Zeker. Omdat je overlast is nooit leuk. Een plek waar je wilt ondernemen of waar je woont. En dan mag je ook iets verwachten van die overheid. Dat is een terechte vraag. En dat moeten we dan duidelijk maken en duidelijk vertellen wat we al aan het doen zijn. En daarom wil ik ook graag terug naar de Raad in mei, ervan uitgaan dat de motie wordt aangenomen, om te laten zien wat we hebben gedaan en continu meten om te laten zien dat we staan voor een veilige binnenstad en een veilig stadscentrum.